Zo dadelijk, inshallah, word ik gebeld door een jonge dame die de islam wil binnentreden. Alhamdulillah. Ik ga erbij, inshallah, begeleiden. Dus kijk even mee, inshallah. Dit zal ze waarschijnlijk zijn. Assalamu alaikum, rahmatullah. Hoi. Hallo. Oké. Nou, jij wilde de shahada uitspreken en moslim worden. Begreep je dat goed? Ja. Zo, spannend. Ja, klopt. Mashallah. Ja, zeker. Nou, spannend. Ja. Nou, ik denk dat je heel veel... dat je nerveus bent. Dat je zenuwachtig bent. Ja, zeker. Ja. Zeker zenuwachtig. Nou, ik kan je vertellen, voel je op je gemak? Helemaal geen reden om zenuwachtig te zijn. Inshallah, het is een heel mooi moment wat jij zo dadelijk, inshallah, zult ervaren. We gaan, inshallah, zo dadelijk de shahada meteen uitspreken, dus de geloofsgetuigenis. En daarmee ben je dan officieel moslim. Oké, en dan ben ik het ook echt officieel. Dan ben je echt officieel en origineel. Heb jij nog bepaalde vragen waarmee je nog zit, of bepaalde zaken waar je nog over twijfelt? Ja, hoe ga je mee om als je het net bent? Ja, nou kijk, als moslim zijnde, of je nou net bekeerd of dat je al moslim bent, het blijft altijd nog een lange weg waarbij je dagelijks leert over je geloof, jezelf ontwikkelt. En dat je probeert eigenlijk zoveel mogelijk tot uitvoer te brengen, te praktiseren van ons prachtig geloof. Dus het is niet het vereiste, het wordt ook niet veel verwacht dat jij ineens, en het kan ook niet, het is ook niet realistisch, dat je ineens een perfecte moslim bent. Nee, maar met shahada getuig je dat Allah de enige ware God is, die aanbeden dient te worden, dat de profeet Mohammed ook een werkelijke profeet van Allah is. En dan begint eigenlijk de weg waarbij je stapsgewijs de aanbiddingen leert, het gebed gaat leren, de geloofsovertuiging, hoe je over Allah subhanahu wa ta'ala moet denken, hoe je in Allah subhanahu wa ta'ala moet geloven. Nou, je leert wat halal is en haram, alles afhankelijk van jou, uiteraard van jouw vermogen. En dan begint eigenlijk de weg, dan begint eigenlijk de lange weg, inshallah ta'ala, die uiteindelijk zal resulteren, eindigen in het paradijs. Wow. Alhamdulillah. Ja, mooi. En dat kan ik ook bij jou gewoon. Dat gaan wij nu doen als jij daar zelf achter staat. Ja, zeker. Zeker achter. Oké, okay, nou, ben je er klaar voor? Dan gaan wij zo dadelijk de shahada in uitspreken. En dat is dat je dan zegt, ik zal het zo dadelijk wel samen stapsgewijs met jou zeggen, gewoon heel langzaam woord voor woord. Maar dat betekent dat je dan zegt, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. En daarin zeg je dat je getuigt dat Allah de enige ware God is die aanbeden mag worden. En dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een werkelijke profeet van Allah is. En als je dat zegt, dan ben je officieel gewoon echt moslim. Okay. Ja, nou, ben je klaar voor, inshallah? Ja, ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Ashhadu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله الحمد لله موخ الله سبحانه وتعالى ياو اسلام اكسبتيري ياو ستاند فاست ماك موخ الله سبحانه وتعالى ياو al jouw voorgaande zonden hiermee weg kwijtschelden en uitwissen. Je bent bij deze officieel moslim geworden, alhamdulillah. En je kunt inshallah tabaraka wa ta'ala altijd contact opzoeken, inshallah, voor eventuele begeleiding. Barakallahu fiki, mashallah, veel succes, inshallah ta'ala. Veel succes. En vraag Allah subhanahu wa ta'ala om je standvastig te maken op dit prachtig geloof. Super, dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay. Assalamu alaikum. Okay.